Mooi, hè? Ja, heel mooi einde. Ja. De moment is aangevraagd door Soraya Joosten voor 15 euro. Hoppa. Zij zijn onderweg naar jouw acties in het land. Zij zijn onderweg, want er is iets aan de hand. Zij zijn onderweg, ja, ze komen naar je toe. Tijdens de Revamp Series Request komt heel Nederland in actie. En het zou toch zonde zijn als we daar niet even rond konden gaan kijken. Want ja, het glazen huis zit op slot. En Nelly Benner en Timo Perling die zijn het land ingegaan. En Nelly, die is weer ergens. Nelly, waar hang je uit? Ja, ik ben bij jongerenvereniging Unitas en hier wil je zijn, hoor. Het is warm en gemoedelijk. Mensen hebben prachtige bordeauxrode pakken aan. Ik zie fluweelgroene jurken, glinsterende oorbellen en twee prachtige meiden naast me. Louise en Mirjam zitten naast me. Zij horen bij deze jongerenvereniging. Louise, vertel even, hoe kom je bij deze actie? Ja, ik zat samen met Mirjam glazen huizen kijken. En op een gegeven moment was Mirjam even naar de wc gegaan. Dus ik heb toen opgezocht. Wat doet Stichting Het Vergeten Kind nou eigenlijk voor kinderen? Ik heb een website gelezen, ik heb letterlijk gehuild. Mirjam kwam de kamer terug in en ze zei, nou, als je het zo erg vindt, kunnen we toch ook gewoon wat doen om geld op te halen hiervoor? En toen zijn we samen eens op het idee gekomen om een drankje te kopen, zeg maar, een symbolisch drankje voor kinderen. Dat studenten een euro of twee kunnen doneren daarvoor. Wat goed. Dus jij kwam de kamer in gelopen en je zag Louise daar met hele betraande ogen zitten. En je dacht, we moeten in actie komen. Ja, klopt. Het zag er zo zinnig uit. En ik dacht, we zitten bij deze vereniging. Dus hier kunnen we echt wat doen met een grote groep mensen. Ja, zo zijn we eigenlijk hier op gekomen. Waarom moest je zo huilen? Wat raakte je zo? De informatie op die website, dat iets van 90% van die kinderen wordt tegen de grond geduwd in besloten jeugdzorg. Bijna 80% wordt een keer in een isoleercel gegooid. Ik vond het gewoon zo erg dat wij zo met onze kinderen omgaan in Nederland. Die juist die hulp nodig hebben. Dus ik zeg bier drinken. We moeten bier drinken. We moeten bier drinken, jongens. Dus even kijken. Oké, barman, wat kost een biertje? Een biertje kost, Barman, kijk nu even, weet het zelf ook niet. Een biertje is hier 1,50. Nou ja, ik zou zeggen, laten we 3 biertjes voor het vergeten kind doen. Lijkt me een goed idee. Nou is de sfeer hier heel gemoedelijk, wordt een beetje gekaard achter ons. Alles is heel gezellig. Maar is er ook een beetje strijd onder studenten? Ja, klopt. Binnen deze vereniging zijn er een aantal commissies. En die hebben echt concurrentie met elkaar om het hoogste bedrag in te leveren voor het vergeten kind. Er is net 100 euro overgemaakt. Door een van de commissies. En we hebben ook net gehoord dat een van de commissies morgen gaat frituren voor het goede doel. En al hun winst wordt ook weer overgemaakt naar deze actie. Kortom, friet en bier kan niet beter. Kijk, wij krijgen ondertussen, ja, natuurlijk lege glazen voor het vergeten kind. Die ga ik zo meteen aftikken. Misschien een klein ideetje, hè? Gewoon doe ze gek. Ik heb even gegoogeld en er zijn meer dan 600 studentenverenigingen in Nederland. Nou, zijn jullie al, wat is het bedrag wat jullie nu hebben opgehaald? Over de 500. Kijk, over de 500 euro. Nou, meer dan 600 studentenverenigingen in Nederland. Wat dachten jullie ervan als we nou al die studentenverenigingen in heel Nederland diezelfde QR-code geven? We hebben namelijk een nieuwe sitenaam aangemaakt. 3fm.nl/proost. Dus denk jij, ik zit ook bij een studentenvereniging, ik ben een student, stuur het door in de WhatsApp. 3fm.nl/proost. Koop een biertje en dan koop je er een voor het vergeten kind. En dan kunnen we met z'n allen een drankje drinken en knijterveel geld ophalen. Oh, wat een goed idee. Ja, daar proost ik op. Ja, roep maar even op. Proost, jongens. Proost. Ja, hartstikke goed. Nou, en zo komt het geld allemaal van alle kanten in Nederland deze kant op. En daarom is het zo mooi, 3FM Serious Request.